Ik raakte mijn baan kwijt. Ik raakte in een scheiding. En toen kwam ik erachter na de scheiding dus van dat er allemaal schulden opgebouwd waren. En ik had een eigen huis op dat moment. En alles moest verkocht worden en de schulden reisden in de pan uit. En toen kwam de schuldsanering. Sjaak! Kom lief! Hoe vind je dat? Op dat moment zwaar. Heel zwaar. Maar ja, je kan niet in de hoek zitten. Je moet verder, want op dat moment heb je 4 kinderen. Wat ga je hier doen? Kickboksen. En hoe vaak heb je dat al gedaan? 1 keer. Hoe is het? Goed. Maar hoe is dat kickboksen? Leuk. Het is niet 1 stap terug, het is al 20 stappen terug wat je moet doen. En jij niet alleen, maar je kinderen ook. Maar dat doe je. Op dat moment doe je alles om het... We moeten weer opbouwen. Die 20 stappen, waarom? Wat houden dat voor jou in dan? Heel weinig geld. En voor de kinderen niks kunnen kopen. Geen speelgoed, geen kleding. Eigenlijk helemaal niks. En wat voor invloed heeft dat gewoon op het leven van die 3 ben? Heel veel. Die zijn echt in armoede opgegroeid. En dat doet heel veel pijn. Is het een feit dat ze dan buitensluiten worden op een bepaalde manier? Of in elk geval hun zaak vielen? Ja, heel erg. Ja. Want hun hebben eigenlijk vanaf het begin al zoiets gehad van... Ja, wij horen daar niet bij. Hoe erg is dat voor een mem? Heel erg. Want dan staan je kinderen aan de rand. En die doen niet mee. Maar ik heb ze daarom wel eens voorheen toen thuis gehouden op hun verjaardag. Dat ik dacht van, gaan we niet doen. Wat vreselijk. Ja, maar wat moet je? Moet je je kind dan daarheen sturen en dat kan niks geven? Verjaardag thuis is al niks, dus... Nee, maar nou wel weer. Nu wel. Even horen, hoe is het verder? Goed. Shakira haar kickboksen, daar heb ik ook op een mail. Dat gaat ook weer nieuw in. Ja. Is this real? 'Cause I feel fake. Oprah Winfrey, Ricky Lake. Ik zag er eerst heel erg tegenop. Ik denk, nou, dan komt er iemand bij je thuis en dan je schaamt je. Je hebt niet mooie meubels, je hebt niet mooie vloer. Ja, noem maar op. Daar schaam je je voor. Want je had liever anders gehad, toch? En dan komt iemand bij thuis en ja, dan moet je je vieze was, zo noem ik het dan maar even, echt gaan uitleggen van, goh, waarom heb ik je nodig? Dat was een hele grote stap. En toen die 1 keer zet weer? Ja, blij. Kinderen waren ook heel blij. Ja, we kregen een nieuwe fiets en we kregen karate, noem maar op. Schoolreisje, van alles. Vaak is het heel bescheiden, willen jullie een schoolreisje bij betalen. En gedurende het gesprek komen we erachter dat er toch ook wel een wens is voor een sport of een muziekles of iets totaal anders. En dan gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn. Ze kunnen lekker sporten. Ze gaan een weekje op vakantie met Humanitas dankzij Stichting Leergeld. Jarige jobdoos hebben we voor hun. Zit een cadeautje voor ze in, tractatie voor op school. En nou, geweldig. Slingertjes voor op te hangen, noem maar op. Wat voor invloed heeft dat op dat leven? Goed, dat vinden ze leuk. Absoluut. En sporten is een uitlaatklep voor de kinderen, hè? Daar horen ze er toch bij. Hoe slecht je het, of hoe slecht, hoe arm het je ook thuis hebt. Tijdens een sport, daar ziet niemand naar, want je bent met z'n allen bezig voor hetzelfde doel. We're still young. Life's too short to be afraid. Step inside the sun. En de beste uit de schuldsanering. Gelukkig wel. The only way is up. Ja, echt wel. Duurt nog even, maar het komt goed. En nou, wat er voor die ben van alles die in. Maar wat ben je eigen ambities? Ik moet eerst bijkomen. Ja. Nee, eigen ambities. Ik wil graag eerst naar kapper en nieuwe kleding. En daarna lekker
werken, maar dan wel werk waarvoor ik iets voor de mens kan betekenen. Waarmee ik ze kan helpen. Want ik moest mijn weg ook vinden. En dat denk ik, dat hoef je niet weer te ontdekken, daar help ik je wel bij.